gasten is de heer Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum. En hij heeft ook een boek geschreven met als pakkende titel COVID-19, The Great Reset. En mijn vraag aan de demissionair minister-president is, hoe beoordeelt hij de inhoud van dit boek? De minister-president. Ik ken het boek niet, voorzitter. Maar ik zou de heer Vermeijeren willen adviseren om niet al te veel in al die conspiratietheorieën. Ik kijk ze ook allemaal op YouTube. Ik vind het altijd fascinerend hoe dan uitgelegd wordt dat 9/11 niet heeft plaatsgevonden of dat het allemaal anders zit. Ontzettend knap in elkaar gezet. Maar het is meestal wat het is, een conspiratietheorie. De heer Vermeijeren. Nou, het verbaast mij dat de eerste vraag die ik aan de heer Rutte stel sinds ik beëdigd ben als Kamerlid direct wordt beantwoord. Dank u wel, maar het verbaast mij dat die eerste vraag direct wordt beantwoord met een leugen. Ik heb namelijk een brief in mijn hand die dateert van 26 november 2020. En dat is een brief van de heer Rutte aan de heer Klaus Schwab, waarin hij de heer Schwab bedankt voor het toezenden van zijn boek. En dit noemt een hoopvolle analyse voor een betere toekomst. Zou de heer Rutte nog even kunnen graven in zijn geheugen? Het is nog geen half jaar geleden, dus ik weet niet hoe lang uw herinneringen actief blijven. Maar waarschijnlijk is dit nog wel ergens op te graven. En mijn eerste vraag opnieuw te beantwoorden en nu eerlijk, alstublieft. Nou, het eerlijke antwoord is dat dat een nette brief is. Waarin je helaas niet alle boeken die je toegestuurd krijgt van kast tot kast kunt lezen. Maar wel degene die je toestuurt een vriendelijke brief wil terugsturen. Nou, dan zegt de heer Rutte dus eigenlijk dat hij niet heeft gelogen tegen mij, maar tegen de heer Klaus Schwab. Maar laat ik dan hier direct alsnog de vraag stellen. De heer Klaus Schwab, die pleit in zijn boek voor het resetten van onze wereld, om onze nationale parlementaire democratie te vervangen door een globale technocratie. Hij pleit ervoor dat er een einde komt aan privébezit. En de heer Rutte is zich er kennelijk niet eens van bewust dat hij dit een hoopvolle boodschap voor een betere toekomst heeft genoemd. Hoe is het mogelijk dat de heer Rutte een waardeoordeel hecht aan een boek met een neocommunistische boodschap, terwijl hij dat boek niet eens gelezen heeft? Dank u wel. De minister-president.